Op dit moment is het één grote rommel. Ik ben hout gaan halen, dus de meeste volumes zijn eruit. Maar ik ga even de tijd nemen. Wacht, hè. Ik ga mij hier installeren. Het is buiten nogal veel wind, dus ik ga zo weinig mogelijk proberen buiten te zetten voor buiten staan voor de opname te maken. Dus iemand op mijn kanaal, ja, ik heb de naam niet onthouden, sorry daarvoor, maar iemand had de vraag gesteld terecht waar dat de video bleef, waarin dat ik een overzicht maak van alles wat al moest gebeuren voor het omkeuren van de kabinet naar van lichte vracht naar camper. Ik ben ook met een ander kabel, ja, er passeert hier wel wat verkeer nu en dan, misschien dat je dat nog wel hoort. En ik heb ook een ander kabeltje, normaal gebruik ik dit kabeltje, maar de laatste opname zitten we vol met geruis. Ik hoop, of gekraak beter, ik hoop dat dit goedkope kabeltje is. Ik heb een ander adapterje, even om te testen. Maar dus wat moet er eigenlijk allemaal gebeuren? Eigenlijk sowieso, ik zal nu uit mijn hoofd vertellen wat er allemaal gebeurd is. Ik ga proberen zo volledig mogelijk te zijn. Maar ik zal ter vervollediging zal ik ook in de beschrijving van deze video onderaan een link plaatsen naar het Zwerfauto Forum. Een forum waar dat er heel veel informatie staat rond. Er is een hele sectie voor zelfbouw alleen. Daar staat er heel veel info. Ik heb er ook al een aantal dingen gepost. Dus daar kunnen geschreven informatie up-to-date terugvinden ook. Ik heb het zelf ondertussen. Ja, het is minder dan een jaar geleden dat ik het uitgevoerd heb. Dus het zal nog wel nog up-to-date zijn. Maar afhankelijk van hoe dat je het uitvoert, wel of niet met constructeur, is de aanpak nogal verschillend. Daar kom ik zo meteen op terug. Maar de grote lijn is natuurlijk allemaal hetzelfde. Hetgeen dat je wil bereiken is dat je van een lichte vracht. Een lichte vracht is een auto of kabinet waarbij dat je vooraan zetels hebt. Een scheiding. Nu, die scheiding kan. Met een dubbele cabine kan dat zijn dat die scheiding hier staat, dat je hier nog stoelen hebt in de rijrichting en dan een lege laadruimte. Nu, om te voldoen aan lichte vracht is het voor die lege laadruimte ook super belangrijk dat je geen ankerpunten hebt voor zetels. Dus het is niet voldoende om bijvoorbeeld zo'n dingen te gaan installeren. Ja, het is echt een rommeltje ondertussen, maar om zo'n dingen te installeren, dat is niet voldoende. En dan de stoelen eruit te halen en dan binnen te gaan als lichte vracht. De kans is groot, zeker bij ons op de keuring, als je zo binnen gaat dat je gewoon gekeurd kunt worden. Want in veel gevallen doen ze niet de moeite om echt binnen te kijken in het voertuig. Maar als ze het toch doen en ze zien dat je die rails geïnstalleerd hebt, of ja, dus die bevestigingspunten, dan ga je normaal gezien wel volledig afgekeurd worden als lichte vracht. Ik ben zelf ook afgekeurd geweest, maar dat was omdat ik iets te snel naar de keuring was gegaan. Dat was gewoon een fout van mijn kant. Nu, stel dus dat je een lichte vracht wil omzetten naar een camper dan, of personenvervoer. Dat is allemaal nog verschillend hoor. Maar eigenlijk het eerste wat je nodig hebt, in grote lijnen wat je moet doen, is een dossier opstellen. En dat dossier naar de dienst homologatie in Brussel. Die zijn ergens bij de DV, is dat daar. Daar dat dossier afleggen en dan gaan zij dat dossier bekijken. En binnen de 4 weken is het geloof ik, gaan ze antwoorden of dat uw ombouw eigenlijk goedgekeurd is of niet goedgekeurd. Dus als die wel goedgekeurd is, kun je dus met die goedkeuring een nieuw ding eens aanvragen. Een nieuwe homologatie... blad is het denk ik, ja. En dan krijg je ook een nieuwe inschrijving tot een nieuwe aanvraag tot inschrijving. Eigenlijk hetzelfde roze blad dat je ook krijgt als je via je verzekering, als je een nieuw voertuig koopt, wat dat je zou willen inschrijven. Dus eigenlijk startpunt is altijd, het probleem is eigenlijk gewoon, je krijgt als je een auto koopt of een kabinet koopt, krijg je papieren. Een van die papieren, het witte blad, is het homologatieblad en daarop staan alle specificaties van dat voertuig. Dat is de motorisatie, cilinderinhoud, de uitstoot, het aantal zitplaatsen, of dat de categorie van het voertuig, dus of dat de lichte vracht of personenvervoer enzovoort is. Dat staat er allemaal op. Nu, als jij dit voertuig, wat dan bijvoorbeeld lichte vracht is, ombouwt naar eigenlijk een voertuig wat als camper moet dienen, wat een andere categorie is, dan heb je al een probleem, want dan komt dat allemaal niet meer overeen. Wat dat er op je papier staat en dan ga je ook niet gekeurd worden. En dat is wat ik voor had. Ik had
Ik had nog met het oude inschrijvingsbewijs. Ben ik opnieuw gaan keuren terwijl ik eigenlijk een nieuw inschrijvingsbewijs had moeten vragen. Ik had wel al een nieuw homologatieblad, maar ik had nog geen nieuw inschrijvingsbewijs. Daarom ben ik de eerste keer afgekeurd. Nu, wat hij allemaal moet doen om aan die nieuwe categorie, dus wij willen in dit geval naar een camper, wat hij moet voldoen. Je moet aan een aantal dingen voldoen om een camper te kunnen zijn. Zoals hij voor die lichte vracht die scheiding moet hebben en die laadruimte enzovoort, moet je voor de camper ook een aantal dingen hebben. Je moet een bed hebben. Dat staat normaal daar, maar dat is nu gedemonteerd natuurlijk. Je moet een keuken hebben. Dat zit hier achter. Dus keuken als zijnde een kookdingetje. Nu, dat moet niet per se een vast keukending zijn zoals dat we hier hebben. Dat mag ook gewoon zo op gasfles een kookdingetje zijn, maar het moet wel in de kabinet zitten. En je moet ergens op een tafel of zo dat kunnen zetten. Je moet ook een eethoek hebben. Dus dat is die tafel hier, een tafel voorop te eten is dat. Die kan ik openklappen, dan heb ik een eethoek. Verder met die zitbanken hier. Verder moet je dus bed, kookplaats, eethoek, en een berging. Je moet bergruimte hebben. Dit is bergruimte in mijn geval. Maar ook onder het bed heb ik allemaal bergruimte. Onder de keuken, achter die plank, heb ik ook allemaal bergruimte. Dus bergruimte heb ik ook. Dat zijn de vereisten waaraan dat je moet voldoen om te kunnen omkeuren naar camper. Als je alleen maar dat voorziet en je doet geen constructurele wijzigingen aan het voertuig. En met constructurele wijzigingen bedoel ik bijvoorbeeld, als je dat zou bekijken, je hebt hier allemaal kokers. Als je een dakraam wil plaatsen, heb je hier ook allemaal kokers. Als je zo'n dakraam wil plaatsen, als je, zolang dat je dat binnen die kokers plaatst, ja, je kunt dat hier nog niet zien, maar hier zitten ook allemaal kokers. Zolang dat je hier een klein raam plaatst binnen die kokers, is dat geen enkel probleem, omdat je de constructie niet wijzigt. Maar als je een raam wil plaatsen in de hele breedte, zoals dat we daar hebben, nu dat is wel een raam dat we af fabriek geplaatst hebben, maar er zit hier nog een koker normaal gezien. Als je dat wilt doen, dan heb je wel een probleem, want dan ga je eigenlijk de constructie van je camper gaan wijzen. En dat mag je niet doen zonder zonder bevoegde instanties, zonder keuring door bevoegde instanties. Dus dat is een extra stap die niet in alle gevallen nodig is. Als je geen dergelijke aanpassingen doet, dan is dat niet nodig en dan volstaat het van je dossier op te stellen. En in het dossier staan dan foto's met het nieuwe gewicht van de kamionet na de ombouw of het voertuig na de ombouw. Want het gewicht is eigenlijk een overzicht van alle parameters in het huidige homologatiedossier die niet meer overeenkomen met de nieuwe staat van het voertuig. Zijn het gewicht, in veel gevallen zal het gewicht groter zijn. Als je aan de buitenafmetingen wijzigt, nieuwe buitenafmetingen. En ook foto's van de inrichting. En op basis van die foto's van de inrichting kunnen ze dan bekijken of dat er niks uitgevoerd is waarvoor dat er niet de nodige documenten bijgevoegd zijn. En kunnen ze ook zien of dat alles wel aanwezig is. Zijn die kookinstallatie, dat bed, die berging en die eettafel. Dus dat zijn de belangrijke dingen die in het dossier moeten. Dat moet er minstens in. Plus, je hebt ook altijd de goedkeuring van de fabrikant nodig. In dit geval, dit voertuig is gemaakt door Fiat. Nu, op zich, Fiat doet niet moeilijk over het geven van die goedkeuring. Mercedes doet ook niet moeilijk. Maar er zijn andere merken en dat kun je ook op het forum vinden hoor. Ik dacht, was het Renault of Opel? Nee, het was Renault of Peugeot. Een van die twee doet moeilijk voor het geven van... Ik denk niet dat Citroën was, want daar zie je ook veel campers van. Ik denk eerder dat Renault of Peugeot was. Een van die merken doet moeilijk over het geven van goedkeuringen. Dus als je daar een bestelbus van koopt, heb je niet veel geluk. Dan moet je denk ik sowieso via een constructeur werken. Daar kom ik ook meteen op terug. Dus als je geen constructuele aanpassingen doet, dan vraag je gewoon aan de invoerder. Aan uw garagist kunnen dat vragen, waar je die auto gekocht hebt. Of gewoon een verdeler van dat merk. Of dat zij aan de importeur of aan de fabrikant kunnen een geschreven goedkeuring vragen voor de omvorming van uw voertuig van dus de wijziging van de aard, dus zijnde van een lichte vracht naar camper. Een keer dat je die goedkeuring hebt, dat steekt mee in dat dossier en dat dossier stuurde op naar Brussel en daar gaan ze dus dat evalueren en wij hadden dat op 2 weken tijd, denk ik, hadden wij een antwoord dat alles oké was. Je kunt natuurlijk ook een antwoord krijgen in de zin van
dit of dit is niet in orde, moet aangepast worden. En dan kunnen we dat aanpassen. Opnieuw de nodige bewijsstukken erbij plaatsen en opnieuw indienen. En dan krijgen we weer een evaluatie daarvan. De keer dat je wel een akkoord krijgt, kunnen dus uw nieuw gelijkvormigheidsattest. Met dat nieuw gelijkvormigheidsattest kunnen via uw verzekering een nieuw inschrijvingsbewijs van de auto vragen. En dan met die twee nieuwe documenten kunnen naar de keuring. En die keuring is trouwens een keuring zoals elke andere keuring van een nieuw of een jaarlijkse keuring of wat dan ook. Het is niet dat ze daar dan speciale controles uitvoert. Het is gewoon een keuring van een voertuig dat al omgezet is eigenlijk op dat moment. Nu, er is één grote maar. Van zodra dat je dus aan die constructie wel wil aanpassen, bijvoorbeeld je wil zo'n raam zelf plaatsen of je wil zitplaatsen achteraan zoals deze, waar dat je ook op kunt zitten al rijdend met gordels, dus volledig gekeurd, volledig legaal. Dus wij hebben er zo drie geplaatst. Ja, zo zijn er nog tal van aanpassingen die wel papieren en keuring, afzonderlijke keuring vereisen. Dus bij die stoelen bijvoorbeeld zit overal een certificaat bij, waardoor dat die stoelen, kijk hier ook, daar zitten documenten bij die aangeven dat die stoelen geschikt zijn voor in een rijdend voertuig. Ook als je draaiplateaus wilt, als je die stoel wilt veranderen door een enkele stoel en je wilt draaiplateaus plaatsen en dergelijke meer. Dat zijn allemaal aanpassingen die dus bepaalde papieren nodig hebben. En dan heb je twee opties. Ofwel voer je dat allemaal zelf uit en koop je de juiste onderdelen die dan de juiste papieren hebben en steek je dat mee in dat dossier. Maar dan moet je nog altijd, voordat je naar je dossier opstuurt, moet je ook naar Vensot, is dat in België, een afzonderlijke keuringsinstantie, die eigenlijk die installatie, bijvoorbeeld als je die zetels plaatst of je plaatst daar een raam, dan gaat Vensot die dingen controleren. Wat wij gedaan hebben, dus dat is de ene optie, dat je alles zelf uitvoert, maar dan moet je al iets weten van hoe je zo'n dingen moet correct vastzetten in het chassis, de juiste verankering enzovoort. Het feit dat dat een gekeurde stoel is op zich is niet voldoende, want dat moet ook op een correcte manier geplaatst worden. Daarom dat je naar die Vensot moet voor die extra keuring. Ik zelf heb niet de nodige kennis om dat goed uit te voeren en door Vensot dan goedgekeurd te worden, dat gaat mij niet lukken, dus ik heb dat laten uitvoeren. En dat is de andere optie. Als je naar een als je contact opneemt met een constructeur, en dat zijn dus bedrijven die de nodige papieren en certificaten hebben om dat soort dingen correct uit te voeren. Het voordeel daarvan is dan zij niet, als je dat doet, hoef je niet naar Vensot afzonderlijk te gaan. Zij hebben de nodige kennis om dat correct uit te voeren. En dan heb je die afzonderlijke keuring van Vensot niet nodig. Omdat, ja, dat zijn bedrijven die niet anders doen alle dagen, die bouwen marktwagens en dergelijke. Oh ja, er zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in campers enzovoort. Dus die hebben allemaal de nodige kennis. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb daar eigenlijk, ja, niks tegen dat dan. Zij hebben trouwens voor mij ook de homologatie gedaan. Dus ik leg nu wel uit wat je moet doen van dossiers enzovoort opstellen, maar zij hebben dat voor mij opgesteld. Het afhandelen van die homologatie, dat alleen kostte 1000 euro. Die stoel enzovoort, nog allemaal extra geld, maar puur afhandelen van dossier was 1000 euro. Zij hebben dat dossier opgesteld en naar de juiste dienst gestuurd. Doordat zij dat gedaan hebben, ben ik er heel vlot doorgeraakt, want dat dossier komt dan via een intern computersysteem waarbij dan ze dan rechtstreeks naar die dienst dat dossier kunnen bezorgen en dan weten zij ook, oké, we krijgen dat dossier niet van een privépersoon, maar van een constructeur, dus we weten op voorhand al dat de aanpassingen wel oké zullen zijn. Dus het aantal controles, allee, de controle is, dat wordt anders uitgevoerd. Ik ben nog aan het denken, ja, dus wat hebben wij in grote lijnen gedaan? Ik heb de ombouw, zo die kastjes enzovoort, heb ik allemaal zelf gedaan. Maar voordat ik daaraan begonnen ben, heb ik eigenlijk eerst die vloer laten plaatsen, dat is deze vloer. Dat ligt op de laadvloer van de kabinet. En daarin hebben ze dan bij dat bedrijf die rails daarin verwerkt, waarin dat die stoelen geplaatst kunnen worden. Die stoelen hebben ze gewoon aangekocht. Die zijn voorzien om in dergelijke rails te geplaatst te worden. Dus hebben mij gewoon die vloer met die rails al bezorgd. Dan heb ik de kabinet teruggekregen. Heb ik alles wat er nog moest gebeuren uitgevoerd. Nu,
Dat is nog altijd allemaal vrij tijdelijk. Hè. Ik heb hier nog tape hangen. Dat is een voorlopige afwerking van de wanden. Je ziet hier, ik heb hier nog een naad lopen enzovoort. Alles is nog vrij tijdelijk. Maar ik ben nu al gekeurd, dus ik kan dat soort dingen aanpassen zonder dat ik opnieuw naar de keuring moet. Allee, ik moet sowieso jaarlijks naar de keuring, maar ik moet niet per aanpassing naar de keuring ofzo. Wat heb ik dan gedaan? Dus dan heb ik alles ingericht. En een keer dat dat klaar was, een keer dat die inrichting, dus die kasten enzovoort, dat allemaal klaar was, ben ik teruggegaan naar dat bedrijf en hebben ze die stoelen er voor mij ingezet. En hebben zij de nodige foto's gemaakt. En hebben ze voor mij het dossier opgesteld en opgestuurd. Nu, ik ben niet 100% tevreden over dat bedrijf. Ze hadden om te beginnen al... Kijk, je ziet dat nog, hè. Die twee stoelen hebben een andere afwerking dan deze stoel. Dus ze hebben eigenlijk eerst die twee stoelen geleverd. Dan hebben ze beseft dat ik eigenlijk 3 stoelen gevraagd heb. Dus dan ben ik nog moeten teruggaan voor die derde stoel. Dan hebben ze de foto's kunnen maken van alles. Voor in het dossier. Maar dan hebben ze mij laten weten. Dan heb ik een maand later opnieuw contact opgenomen met de vraag wat dat de stand van zaken was. En dan bleek dat ze nog niks gedaan hadden in die maand. Omdat ze vastzaten omdat de foto's niet oké waren. Maar ze hebben die foto's zelf gemaakt. Ja, kijk vooral naar die andere video's om een idee te krijgen van hoe gefrustreerd ik met momenten was. Maar uiteindelijk hebben we er dan zelf wat achter gezeten. Hebben we zelf ook met die dienst contact gehad om te checken of dat wel echt neergelegd was enzovoort. 10 dagen voordat ik op reis vertrokken ben, was mijn keuring in orde. Dus dat was allemaal wat nipt. Maar dat was niet mijn fout, dat was de fout van dat bedrijf. Maar dat is dus in grote lijnen wat er moet gebeuren. Je moet eigenlijk een nieuw homologatiepapier hebben. Waarop dat er niet langer staat dat je lichte vracht hebt, maar dat, waarop dat er staat dat je een camper hebt. En alle aanpassingen die daar moeten opstaan, zoals bijvoorbeeld nieuw gewicht, eventueel nieuwe zitplaatsen, dat soort dingen moet daar ook allemaal in staan. En met dat nieuw blad wat je van die dienst in Brussel krijgt, de diensthomologatievoertuig is dat denk ik, met dat blad kun je dan een nieuw inschrijvingsbewijs verkrijgen bij je verzekering. En met dat nieuw inschrijvingsbewijs en dat, dus dat inschrijvingsbewijs is dat tweevoudig roze blad. Hè. Dus je hebt één roze blad voor aanvragen van een inschrijving. En je hebt twee roze, tweedelig, wat dan een echt inschrijvingsbewijs is. En met al die nieuwe papieren kun je dan naar de keuring gaan en gaan ze dan, als je voertuig technisch in orde is, dus je gaat er gewoon een normale technische keuring overlopen. Dat staat los van die VinSot-keuring die nodig is als je de werkende de aanpassingen zelf uitvoert. Maar zo komt het dus in orde. Ik hoop dat dat een klein beetje duidelijk is, dat dat een klein beetje een idee heeft van wat er allemaal moet gebeuren. Kijk, ik heb hier staahoogte. Ja. Net. Ik kan hier net staan. Het is één keer verhoogd, deze kabinet. En de lengte is lengte 3, geloof ik. Nu, dat is een beetje aan de lange kant. Ik zou eigenlijk met de lengte 2 ook al genoeg gehad hebben. Maar ik ga verder dat hout uitladen. Daar moet ik vandaag iets van maken voor op school om mee te spelen.